Zaterdag plaatsen zich knap voor de tweede ronde van het Pro Dus Wering toernooi. Door ongeslagen te blijven. Het won 3 wedstrijden, waaronder van Germanicus in het laatste duel. En speelde alleen tegen Raptum gelijk. Ja, en Guido ter Kate, 9 doelpunten. Guido ter Kate is terug. Ja, het ging wel lekker vanavond, ja, inderdaad. Ja, kijk even naar je hoofd nu. Het zweet goed los. Conditioneel viel het niet mee? Nee, het is heel warm in de sport. Alleen het is er weer meer dan een jaar geleden dat ik wat gedaan heb. Dus dat is gewoon even weer wennen. Goed, kijken we even naar het verloop van het toernooi. Ja, je begint dan tegen Fios, vijfde klasse. Maar ging moeizaam. Ja, het ging moeizaam. Ik denk dat een minuutje of 6 voor tijd. Toen kwam de trein een beetje op stoom, zeg maar. En toen wonnen we nog vrij gemakkelijk. Maar in het begin was het zeker niet makkelijk, nee. Ja, het wordt uiteindelijk 5-2, dus dat lijkt een hele grote uitslag. Maar ja, Fios hield lang stand. Nadat jullie wel snel de openingstreffer scoorden. Ja, en eigenlijk moet je dan uitbouwen tegen zo'n ploeg. Maar dat lieten we na. En gelukkig hadden we nog 3 puntjes aan het eind van de rit. Wat mij op dat moment ook opviel is dat je lange tijd lang aan de kant bleef op dat moment. Nadat jullie op voorsprong waren gekomen. Was dat bewust? Ja, het was weer even acclimatiseren voor mezelf. Dit is heel wat anders dan op het veld natuurlijk. En op het veld heb ik ook al een poosje niks gedaan. Dus ik denk even aan de kant en dan op laatst nog alles geven. En dat ging goed gelukkig. Dan moet je die tweede wedstrijd tegen Raptum. En dat is een hele taaie tegenstander. Ook voortdurend 2 man op jou. Ja, ze weten het al wel zo'n beetje. Hij gaat over links en dubbele dekking. En dan had ik natuurlijk ook een beetje pech. Want ik schiet volgens mij 3 keer op de paal en 1 keer op de lat. En ik zet Lippie 2 keer vrij voor de keeper en die mist helaas. En dan wordt het moeilijk en blijft het gelijk. Ja, je had inderdaad een duidelijk overwicht. Ja, we waren veel beter dan Raptum. Ik denk dat we vanavond beter waren dan elke tegenstander. En worden we wel eens niet gek van Guido elke keer dat men zegt linkerbeen, linkerbeen? Ja, maar ja, anders heb ik ook niet Gerrio, dus dat moet wel. Maar dan die derde wedstrijd tegen Sandpol en dan weet je eigenlijk als je die wint met 7 punten ben je er. Ja, dat wisten we van tevoren en daar gingen we ook voor en dat was ook vandaag de zwakste schakel, zeg maar. Ja, de verrassing bleef uit, want voor die wedstrijd zei je nog tegen mij van ja, we moeten ons niet laten verrassen, want ja, je weet het nooit tegen dat soort ploegen. Nee, een beetje gemakzucht misschien wat kan, of de zenuwen misschien bij sommige jongens, dat weet ik niet. Maar ik denk als je dan met 1-0 achterkomt, een beetje ongelukkig misschien ook nog met 2-0, dan krijg je een hele moeilijke wedstrijd. Maar gelukkig viel het kwartje de goede kant op. En dan die laatste wedstrijd, dat zijn natuurlijk altijd mooie duels. Tegen Germanicus, ja, met Hogeveen zondag heb je er vaker tegen gevoetbald. Ja, en nu met de zaterdag win je er ook van. Ja. Het geluk kan niet op vandaag, hè. Maar Germanicus natuurlijk, die hebben alle supporters achter hun en dat is lastig voetballen. En, gelukkig hebben we gewonnen met 3-1 en ik denk niet dat het onverdiend was. Verdedigend trouwens moet ik ook zeggen, ging het vandaag geweldig. De jongens hebben het fantastisch gedaan. Geeft zo'n wedstrijd tegen Germanicus jou ook extra energie? Dat je denkt van ja, dan wil ik me echt laten zien weer. Nou ja, kijk, op laatste is het natuurlijk wat adrenaline. Want je wil die voorsprong behouden en alles. Kijk, dan gaat het iets makkelijker. Maar... En het publiek. Zoveel zuurstof had ik niet meer. En het publiek natuurlijk, want Raptum stond ook, die stond ook achter ons, zeg maar. En dan de Hogeveen supporters erbij die hier toch naartoe zijn gekomen. En dat is gewoon mooi. Ja, 10 punten, ongekend eigenlijk, hè? Ja, dat had niemand verwacht. Vorig jaar de jammerlijk uit eigenlijk. En dan nu gewoon, ik denk eerst in de pool. Ja, de laatste 2 keer, nou 1 keer dan met Hogeveen zondag, vorig jaar met Hogeveen zaterdag, was je natuurlijk ook niet fit, hè? Want vorig jaar kunnen we ons herinneren, toen zat je al aan het bier en moest je de laatste wedstrijd nog weer meedoen. Ja, ik dacht toen, ik probeer het nog een keer, maar ik scoorde trouwens nog wel een keer, maar dat lukt helaas niet meer. Maar dit is gewoon mooi dat je nou ook voor die jongens, dat ze, want heel veel jongens die hebben nog nooit, ik denk zelfs nog nooit meegedaan. En dat ze dan nu ook gelijk nog een ronde verder komen, dat is hartstikke mooi. Ben je ook echt fit? Want ja, de volgende wedstrijd is natuurlijk alweer over 1 dag, hè? Ja. Er zit 1 dag tussen. Ja, dat moeten we nog zien, Gerrio. Nu nog wel, maar kijk, ik weet niet wat de spiertjes morgen gaan doen. Ik word natuurlijk ook een dagje ouder en ik heb al een hele poos niet getraind na die blessure. Maar ik voel me wel, ik ben wel een aantal kilo's te zwaar nog, maar voor de rest, het ging vandaag lekker. Beter als van oudsher. En door je schorsing op het veld kun je eigenlijk ook nu helemaal volledig hier even op richten. Ja, dat is ook wel lekker. Toch een beetje op conditie blijven en alles. En dan gaan we er nog 5 wedstrijdjes afwachten en dan gaan we er weer tegenaan. En dan die droom, hè? Want ja, als je Germanicus kunt verslaan en je pakt vandaag 10 punten. Wie weet zit er nog meer in, hè? Ja, dat is lastig te zeggen. Dat wordt wel heel moeilijk natuurlijk met een AAC. Maar laten we eerst misschien nog een verrassing en dat we nog een keer een ronde doorkomen. Maar dit is nu eerst genieten en dat doen we. Ik denk ook dat het verschil is natuurlijk. Een Hogeveen zondag komt vaak wel in bepaalde pools terecht die vrij gunstig zijn. En dat zal met jullie niet het geval zijn. Nee,
Ik denk dat, je bent toch derde klasser en ik denk dat geen enkele pool voor ons makkelijk is. Dus dat is gewoon even afwachten. We zullen het vannacht wel zien, maar dan wordt het vast weer bekendgemaakt. Hij zegt al HAC, HZVV, ook een leuke. Ja, nou, ik ontwijk ze nog liever even een ronde.